Ding, ding. Het is zondagochtend. In mijn boshuisje ontvang ik een bijzondere gast om stil te staan bij wat ons beweegt en inspireert op de wonderlijke wegen van dit leven. Deze ochtend is mijn gast wetenschapper en buikdansdocent Kautar Darmoni. Hey Kautar. Hallo. Hoi. 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 Fijn dat je er bent. Hey, kan de natuur jou troosten? Dat heb ik ontdekt 4 jaar geleden. Heel erg. Ja? Ik heb altijd in de oudste deel van grote steden gewoond. Tunesië, in Frankrijk, in Amerika, in Nederland, Amsterdam altijd. En sinds 4 jaar ontdek ik de natuur. En ik woon nu op een heel mooie plek. Er is niks, alleen maar zo groen. Ik noem dat de groene woestijn. Omdat in Tunesië had ik de zee, die prachtig is, of de woestijn. En dit stilte en groen en zeg maar plat. Het is voor mij een soort van ja, groene woestijn en dan kom ik tot rust. Ja? Mooi. Zullen we naar binnen gaan? Ja. En een griepje, ik bedoel een griepje, een griepteetje. Griepteetje, ja. Thee is beter voor griep. Heel veel thee, ja. Dat op de vroege ochtend. Lekker, merci. Want jij zei buiten al Tunesië. Ja. Je komt uit Tunesië. Ja. Daar stond jouw wieg, hè? Ja. En weet je nog iets van het Tunesisch ontbijt toen je klein was? In het weekend gingen we vaak bij mijn grootouders. En dan had je een soort van acide. Acide is een soort van eigenlijk een stevige pudding. En dan wordt het in een grote schaal van olijfhout. En dan zitten we allemaal met onze handen, soms wat balletjes te maken. Hop. En dus je ziet, ik weet het nog als kind, al die handen, kleine handen, grote handen, vrouwelijke handen, mannelijke handen, die allemaal, en dan iedereen probeert een hapje en dan in zijn mond. Dus dat is, het is heel grappig als je dat zoveel handen 's ochtends ziet. En was dat gezellig of vond je dat weerzinwekkend? Nee, ik vond dat, omdat het is voor een kind, het is natuurlijk fantastisch, al die handen en spelen. En dan je probeert meer te nemen dan die anderen. En je probeert dieper te gaan in die pudding. Dus het is allemaal, het is een spelletje. Want met je handen eten is wel fijn, hè? Ik vind altijd, ik maak meer connectie met het eten met mijn handen. En dit is bijna een soort van een sensuele ervaring met wat je eet. Het heeft opeens meer een soort van een één zijn met wat je eet. Inderdaad, nu je het zegt. Ja. Eén thee met je croissant, dat is ook wel. Maar jij hebt een hele spannende omslag gehad in je jeugd. Hè? Want dat een vrijzinnige jeugd. Mm-hmm. En ineens was daar het wahhabisme en werden je ouders streng. Mm-hmm. En jij ging er vandoor, om het ook samen te vatten. Mm-hmm. Ja. Ik ben opgegroeid. Mijn ouders waren gematigd. En dan rond de 10er jaren zijn ze naar de filosofie van wahhabisme, die vanuit Saudi-Arabië, die leidt ook tot salafisme. Wat wij nu meemaken in de wereld qua geweld en terrorisme, vaak komt vanuit die bron die, van die salafisme en wahhabisme, van ideologie naar letterlijk naar geweld. Maar het is een heel streng, vind ik persoonlijk agressief manier van het geloof beleven. En dat vond ik zo gewelddadig op mijn systeem. Ik kon het gewoon niet aan. Dus toen heb ik besloten om ergens anders te gaan. En letterlijk bedoel je? En figuurlijk? Ja, het is letterlijk om sowieso naar Europa te gaan. Het is voor mij, Europa was altijd een soort van, ik wil gewoon. Vanaf mijn jeugd ben ik gehecht aan totaal vrijheid. Ik wil gewoon een land waar ik me totaal vrij ben. Ik bedoel, totaal vrijheid bestaat niet helemaal. Het is in jezelf. Maar ik wou niet die belemmeringen hebben op sociaal niveau, op religieniveau, op geloof, op politiek niveau. Ik ben opgegroeid in een dictatuur. Hè? Ja.
Dus die belemmeringen van mijn vrijheid vond ik te bezwarend. En ik ken jou als een krachtig en ook prachtig rolmodel, als ik het zo mag zeggen. Mm-hmm. Hè, en je bent buikdansdocent. Mm-hmm. Je bent docent op de universiteit. Mm-hmm. En wat ik ook altijd spannend aan jou heb gevonden, is dat je, hè, wat betreft godsdienst, dat je je eigenlijk hebt gewend tot de mystieke kant van de islam, hè, de soefisme. Mm-hmm. Hoe is het nu met jou? Ik ben altijd een ontwikkeling. Zij is met de koorts. Dus ik blijf lekker bezig. En ik zit nu in een fase in mijn leven waar mijn passie sinds mijn jeugd was altijd de vrouwenrechten. Waarom? Omdat sinds ik klein was, ik mocht dit of dat niet doen, omdat ik een meisje was. Ik vond dat zo'n onzinnig reden, soort van, ja, dat slaat nergens op. Dus dat heeft me ook, ik ging ook een studie van maken, de gender. Ik heb een beroep van gemaakt. Buikdansen was voor mij nooit een vorm van entertainment, maar altijd een vorm van women empowerment. Dus het was altijd een thema, nog steeds voor mij. En om te vechten, ik noem dat de la guerrière, ik weet het Nederlandse woord misschien bestaat niet, de krijgster. Ja. De krijger, maar ik wil zeggen de krijgster. Ja. Maar nu ben ik een fase in mijn leven waar ik die krijgster mag ook haar kwetsbaarheid aantonen, laten zien. Vroeger dacht ik altijd, ik ben krachtig naar buiten. En mijn kwetsbaarheid en mijn pijn, dat hou ik voor mezelf. Mm-hmm. Dat hoeft niemand te zien. Dat heeft niemand een boodschap aan. En nu ben ik gedraaid naar, ik ben krachtig en kwetsbaar. Eigenlijk nog verder, ik ben sterk, ik ben krachtig omdat ik kwetsbaar ben. En noem eens zo'n issue waarvan je denkt, ik mag best laten zien dat ik ook een mens ben. Het is bij mij een van de belangrijkste issues de laatste jaren in mijn leven. Dat ik word al jaren gestalkt door mijn ex, bijvoorbeeld. Maar niet maar een beetje. Maar ook met smaad en laster. Ik vond het verschrikkelijk. Jarenlang heb ik dat verborgen gehouden. Omdat ik was zo bang. Ik was zo vol met schaamte. Die schaamte eigenlijk vanaf mijn jeugd. Daar ben ik ook mee opgegroeid. De Arabische, islamitische cultuur. Die enige wat je hebt, zeker als vrouw, is jouw reputatie. Ja. En dus ik was zo geparalyseerd door die schaamte, dat ik probeer alles om dat een beetje soort van te dimmen, zodat het niet naar buiten komt. En daarom ook word ik ook chantabel. Tot het moment dat ik gewoon naar de politie gestapt ben. Mm-hmm. En bij de politie is het nog erger geworden, omdat bij de politie ze reageren niet totdat je met de dood bedreigd wordt, of tot hij klappen krijgt, of tot whatsoever. En dan krijg je zo'n politieagent die tegen mij zegt, nou mevrouw, u bent een publieke figuur, moet u maar niet lezen wat wordt over u geschreven op internet. En dan denk ik, op zo'n moment denk ik, ja, hij heeft gelijk. Ik moet dat ook maar niet doen. En eigenlijk wat ik doe op zo'n moment, dus dan ben ik zelf slachtoffer van geweld. Vind ik moeilijk om dat te accepteren, want dat wil ik niet laten zien. Ga ik naar de politie, word ik ook niet gehoord. En dan ga ik denken een soort van, ja, hij heeft gelijk. Dat is mijn fout. Ik kijk. Dus dan ga ik die geweld op 3 niveaus naar mezelf toe ook. En dan ga ik dat slikken. En dan doe ik alsof ik sterk ben en dat raakt me niet. Maar natuurlijk, het raakt me. Mm-hmm. Het is een man met wie ik een relatie had. Het was een man van wie ik hield. Maar wat ik ontdekt heb ook, dat ik had niet genoeg empathie en compassie voor mezelf. Dat het me zoveel pijn deed, mm-hmm, dat ik dat had. Maar ik ging dat helemaal soort van verbergen van, het raakt me niet, het is geen probleem, ik kan het aan. Dus in feite word je afgewezen door die man, door de politie, maar ook door jezelf. En dat is het meest pijnlijkste. En daarom, ik denk daarom ook, wou ik heel lang niet naar kijken. Hoe ik mezelf eigenlijk behandelde. Hoe ik al dat geweld geïnternaliseerd heb in mijn systeem.
Mm-hmm. Eigenlijk wat ik tegen mezelf onbewust zei is, ik ben het niet waard. Dat is mijn schuld. Dit is ook de eerste keer dat ik erover ook spreek. Nu bedoel je? Ja, 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 nu. Ook omdat wat ik ontdekt, het moment dat ik begon erover te praten met de vrouw met wie ik werk, omdat ik werk ook met topvrouwen. Ik werk met vrouwen die in leadership zitten, in de politiek of in het bedrijfsleven. En in het begin was ik heel bang. Stel je voor dat die vrouwen weten hoe het echt is. Hoe dat echt is. Die zouden niet meer bij mij willen gecoacht worden. Omdat die vrouwen komen bij mij juist. Ze hebben dit gemaakt. Maar ze willen een andere vorm van leiderschap in zichzelf ontwikkelen. Vanuit hun bekken, vanuit hun intuïtie, vanuit hun vrouwelijkheid. Dus ik was zo bang, stel je voor. Toen ik begon erover te praten, heb ik ontdekt, er zijn heel veel sterke, hoogopgeleide vrouwen die lijden ook onder huiselijk geweld. Mm-hmm. Dat, ik heb dat niet verwacht. Dus voor mij ook om die taboe te breken. Ja. En waar vind jij nu toevlucht? Voor mij sinds mijn jeugd altijd in de dans. Ja? Ik ging altijd, dat is ook daarom ging ik terug naar, ik word gedwongen door dit om naar die dans van de godinnen te gaan. Omdat de dans van die godinnen 4000 jaar geleden, dans je al jouw emoties. Maar ook, het klinkt een beetje raar, maar geniet je ook van alles. En dan, je gaat ook naar jouw bekken. Dus wat ik doe, als iets zo heftig is, bijvoorbeeld gisteren was ik aangifte bij de politie aan het doen. En ik was 4 jaar op... Het duurt 4 jaar. Ik was 4 uur op de politiebureau. Mm-hmm. En dan, het is heel zwaar. Maar dan s'avonds geef ik lessen. En dan zit ik 2 uur. En in die 2 uur begin ik te schudden. Dan leid ik ook de vrouwen. Gebruik ik mijn eigen proces. Omdat elke vrouw heeft haar eigen proces. Elke vrouw heeft haar issue. Wat is jouw issue? Wat is het dat je hebt in jouw leven die jou gewoon in jouw systeem vastzit? En dan ga ik bepaalde bewegingen met schudden. Gaan we naar die pijn toe. Dus eigenlijk, het is een manier van confrontatie gaan. Maar eigenlijk verwelkomen van die pijn. Ja. Een soort van kom maar. En dan mee dansen, mee bewegen. Met golven, met schudden. En dan opeens, die pijn gaat niet vastzitten in jouw lichaam, maar het komt in beweging. Het gaat naar jouw bekken toe. En het moment dat je vanuit je hoofd en angst en gedachten naar je bekken gaat, dan opeens creëer je letterlijk in jouw lijf meer ruimte. En dan wordt alles ruim. En dan opeens kom je in een soort van rust, in rust. En daar gaat het om. Ik vind het wel heel spannend dat jij net het woord krijgster noemde. Hè? Ja. Dus de vrouwelijke krijger. Uh-huh. Want ik zie dat jij een boek bij je hebt van Pema Chodron. Dat heet Als je wereld instort. Die Pema, dat is een Amerikaanse vrouw. Die is boeddhistische leraar geworden. Uh-huh. En die staat in de traditie van de spirituele krijger, weet ik toevallig. Uh-huh. Maar jij hebt volgens mij een boekleggertje tussen. Wil jij iets voorlezen daaruit? Dit is een boek die ik vaak lees, omdat mijn wereld stort in elkaar regelmatig. Dus en wiens wereld niet? Ja, om inspiratie te hebben. Dat vind ik een van de mooiste teksten die ik vaak lees. Dit boek ligt naast mijn bed. De essentie van het leven is de uitdaging. Nu eens is het zoet en dan weer is het bitter. Nu eens raakt je lichaam gespannen en dan weer ontspant of opent het zich. Nu eens heb je je hoofdpijn en dan weer voel je je kerngezond. We hebben griep nu, hè? Straks niet meer. Ja. Vanuit het perspectief van iemand die bewust is, leidt de poging alles uitgewerkt te krijgen en je zaakjes uiteindelijk op een rij te hebben tot een dood. Want het betekent dat je een groot deel van je primaire ervaring moet afwijzen. Er zit een agressieve kant aan die benadering van het leven als je probeert alle hobbels en onvolkomenheden glad te strijken en het pad te effenen. Ten volle leven, helemaal mens en volkomen bewustzijn betekent voortdurend uit het nest verstoten worden. Uit het nest verstoten wordt. Ten volle leven betekent altijd in niemands land verkeren. Elke moment als helemaal nieuw en fris ervaren. Leven betekent bereid zijn steeds opnieuw te sterven.
Door dat bewustzijn verandert de pijl in een bloem. Zo wordt iets dat onaangenaam en problematisch en ongewenst lijkt, in werkelijkheid onze leermeester. Vind ik prachtig. Ja, wat raakt je hierin? Het is voor mij, de eerste is de uitdaging. Omdat Nederland is mijn vierde land. Toen ik besloten heb als kind al om van Tunesië te vertrekken, ik zocht uitdagingen. Ik zocht om uit mijn comfortzone te gaan. Ben ik naar Frankrijk gegaan. Frankrijk voor mij was ik nog steeds in mijn comfortzone, naar Amerika. En Nederland heb ik echt bewust gekozen, omdat voor mij het was een heel uitdagende land. Cultuur, de taal, alles. Dus je moet bereid zijn om te sterven steeds en ook om uit het nest geduwd te worden. En dat is precies dat nest verstoorde worden. Dat was mijn eerste ervaring in Tunesië al. Ik word zo vaak uit het nest verstoten. Maar ook later in mijn leven, bijvoorbeeld in de academische wereld waar ik werk. Mm-hmm. Waar ik altijd tegen de mainstream in ga. Maar ook in de danswereld, in de buikdanswereld. Ik was nooit een klassieke buikdanseres. Ik wou altijd dat gebruiken voor women empowerment. Dan was ik niet een artiest genoeg. Ik kies bewust en onbewust als veel als mogelijk in die positie. Omdat dan... betekent steeds opnieuw sterven. En daar ontdek ik mezelf. Als ik in dat niemands land ben, dan ontdek ik ook mijn eigen innerkracht. En dan kan ik ook. En dan soms is het ook zwaar, omdat die pijlen die ik krijg, zoals dat laster en smaad en stalken, die bloem die ik nu uitgehaald vanuit die ervaring, die traumatisch voor mij geweest is, is lief zijn voor mezelf. Ja. Dat is heel belangrijk voor mij. Ja. Dus hoe wordt een pijl een bloem? Kan je dat ook oefenen? Voor mij, ik oefen dat met de dans. Dat is mijn manier. En dit is wat ik aan de vrouwen geef. Dat ik in mijn lijf kom en dat ik die pijl voel. Waar zit die pijl nu? Zit het hier? Zit het in mijn buik? Zit het in mijn bekken? Waar zijn de pijlen? En dan die pijlen blijven voelen, maar ook bewegen met die pijlen. Waar doet het pijn? En met die beweging kom ik naar die bloem. Eigenlijk die voor mij de bloem en voor heel veel vrouwen is zelfcompassie, zelfempathie. En dat is alleen als ik in staat ben en de kracht heb om die pijl te voelen. Ja, en volgens mij slaat ook dat idee van een krijger zijn, dat je de moed hebt om alles onder ogen te zien. Hè? Dus ook de hobbels en de pijlen. En je moet het eerst zien dat het er is, voordat het een bloem kan worden. Dat je sowieso de moed hebben om die confrontatie in te gaan. En totaal eerlijkheid. Maar ook wat Pema Chodron zegt, doe dat met kindness. Ja. Met lief zijn voor jezelf. Anders wordt het te hard. Mm-hmm. En daar gaat het om. Ik denk mensen, en in het bijzonder van wat ik zie van mijn werk vrouwen. Vrouwen zijn heel eisend en hard voor zichzelf. Heel hard. Ja. Dus je moet wel in de woestijn zijn, maar je moet er ook doorheen trekken. Je moet niet blijven in die woestijnervaring. En ook als er een moment komt waar jij in die woestijn wil blijven zitten, neem de tijd om gewoon te zitten, maar wees bewust dat beweging is aan het einde de natuurlijke ritme. Ja, dus het is ook niet erg om even bij de pakken neer te zitten, bedoel je? Nee, dat is precies voor mij ook de les. Van eerst voelen, omdat het is belangrijk om stil te zijn om te kunnen voelen wat gebeurt. Dan als we eenmaal in dat gevoel zitten, dan komen we in beweging. Volgens mij heb je ook hele fijne muziek bij je. Ja. Wat? Ja. Vivaldi. En wat? The Four Seasons van Vivaldi. En in het bijzonder de zomer. Ik hou van de zomer heel erg. Ik hou van de seizoen, van de zomer. Maar ik vind die stukje van Vivaldi heeft zoveel alles in zich. Heel melancholiek, bijvoorbeeld.
Dansmuziek, als ik jou zo zie. Wauw. Deze stuk in het bijzonder van De Zomer van Vivaldi heeft voor mij zo'n rijke scala aan emoties. Voor mij tenminste, als ik dat hoor, dan voel ik verdriet, de melancholie, dat naar binnen en daarna de shaking en dan kom je naar buiten en de levendigheid, de passie, de beweging, actie en dan opnieuw teruggaan naar dat innerlijke, naar die golf, naar die, het vind ik qua, het is zo rijk. Geweldig. Heeft, zeg maar, waar jij het nu allemaal over hebt, ook, heeft dat jouw innerlijk proces iets te maken ook met de uiterlijke worstelingen die wij nu hebben, bijvoorbeeld over de islam? Is er iets wat wij over het hoofd zien als het over religie gaat? Ik denk wat de grootste misverstand vind ik over de islam en over religies in het algemeen is, er is een heel mooie Sufi-tekst die zegt, het dien bidun ruhaniya amal shaitan. Religie zonder spiritualiteit is duivelswerk. Dat wij de spiritualiteit uit het oog verloren zijn en wij zijn bezig alleen met religie, maar betekent ook een soort van regeltjes. En mijn religie is beter dan jouw religie en jouw religie is het. Terwijl als je kijkt naar puur spiritualiteit, het is universeel. Er is iets universeels daarin. Religie maakt dat wij afstand tussen elkaar hebben. Mijn religie is islam, jouw religie is dit. En terwijl spiritualiteit maakt dat wij bij elkaar komen. Mm-hmm. Dat het is hetzelfde. En dit is wat ik denk wat mensen uit de ogen, ook moslims, hè, niet alleen maar in het Westen, moslims verliezen, is het belang en de essentie van de religie is de spiritualiteit. En die spiritualiteit, die is dat dat donker en dat licht wat het leven is? Het is, wat Rumi ook zegt, what hurts you blesses you. Hè? Die pijn, bijvoorbeeld nu, er is heel veel pijnlijke dingen die gebeuren met de islam. Maar er is ook een blessing als je kijkt, omdat heel veel dingen komen nu naar boven. En dan nu gaan we, de moslims ook, iedereen, een soort van een actie nemen. Een soort van hoe verder? Er zijn ook heel veel discussies nu in de Arabische wereld over de hervorming van de religie. De hervorming van het religieuze systeem. En moet je af en toe on the edge zijn van... gesproken als de wereld instort. We zijn nu in dat instortfase. Ja. En het moet ook voor een afschuwelijk iets zoals de is. Zodat ook in het bijzonder de moslims zelfs die afschuwelijke kant ook kunnen zien en aanpakken. Dus ik zie dat ook als een positieve ontwikkeling. Hoe verschrikkelijk dat ook is. Betekent dat instorten altijd ook een transformatie is? Altijd. Ja? Dat is de wet van de chaos. De wet van de chaos? Ja. Dus je ziet het ook met de financiële wereld nu, met de crisis, met alles. Die enige is, we zijn altijd, ik ook zelf, bang voor dat collapse. Omdat dan zit je in no man's land. Ja, dan ben je uit het nest gegooid. Ja, en dan heb je geen houvast. Mm-hmm. Maar die enige houvast is om naar binnen te gaan, te voelen en te blijven bewegen. Wat raad je ons aan vandaag? Lief met jezelf zijn. Ik ben een godin. En ik ben maar een mens. Of ik ben een god. En ik ben maar een mens. En dan samen spelen. Oh ja. Altijd. Samen spelen. Ik hou van spelen. Vivaldi. Vivaldi, ja. Hier. Dankjewel. Merci. Mm-hmm.